It's nice to see you all here after the holidays. I'm sure it was great for you, and we hope that you'll have some more insights today and have a good entry for the last part of the year. So the topic will be very interesting today. We'll talk about workspace for the future, and it's great to have here Anthony Shake. So there's a lunch, as you can see, and I'm happy to see you all having a lunch, so enjoy your meal. You will have fresh drinks there, you will have coffee after, so feel free to serve yourself. So today there will be some kind of innovation, as we like to have innovations at Unisys, and you will see here there's a tweet wall. So you feel free to use your Twitter account, and for you who is uploading your battery or charging your battery, feel free to take back your to your cell phone and smartphone. So the hashtag you can use is Unisys Connect in one word, ideally, and you can tweet anything you feel interesting about this session. As well, if you have any question to Anthony Shake, of course, you can do that via the microphone, but we'll have a look on the tweet wall. Let's make some buzz around this event, so you will help us. So let me welcome Anthony Shake. So he's our guest speaker today, and he's really a mastermind in organization and management of the workspace environment. He had very great successes, and he organized the environment, the space environment of Google, yeah. Bull, and Swift as well. So they are great successes that we are happy he came to us to share with you those new way of thinking. Thank you, Anthony, and the floor is yours. Thank you very much for the introduction, Philippe. One thing, to the one who will tweet, the first one will get this cube, which is actually about workspace as a service of Unisys. So, tweet. Hi to everybody. Welcome to this presentation. So I will guide you around the new workspaces, new trends, everything regarding a new office space. So I will go through four different points. Knowledge workers, who are those people, what do they do? Activity-based office, everybody heard about it. Closed office versus open space, should my office be shared or not? Third point, the office for the future is a we place, and the future, the cult office. But first of all, let me take you to a very fresh topic of yesterday evening. Rijers Laat, ik weet niet of er mensen gekeken hebben. De Karen van Eetveld van Unizo, samen met welberoemde Saskia van Uffelen, ex-CEO van Bull, met het thema rond de burn-out, sinds gisteren officieel erkend, waar dat managers ook veel aandacht moeten schenken. En een leuk gegeven was dat ze ook vrij snel de aandacht schonken aan, aan de werkomgeving. Hoe dat de werkomgeving erbij kan helpen dat de mensen binnen je organisatie zich beter voelen, beter gelinkt met de organisatie, een dynamische organisatie waar er tijd is om ontspanning zo van die zaken. Een heel belangrijk signaal dat gegeven werd door Saskia. En ik gaf een paar voorbeelden, bijvoorbeeld hier de lounge-omgeving die we bij Bull hadden gecreëerd, waar de mensen verschenen voor teammeetings. En hier bijvoorbeeld een leuk beeld. Ze spraken erover gisteren, onder andere op Rijers Laat, het effect, ik denk bij Unizo, dat ze aan het pingponken waren op een meetingtafel. Hier bij Bull bijvoorbeeld een kinker, een snoeker, gewoon om het teamgevoel te creëren. En een belangrijk signaal, voor de eerste keer hebben nu de managers, is een wet dat ze gezegd, voilà, één keer per jaar moeten we ook een rapport hebben van uw mensen, dat je zeker meehelpt om een burn-out te voorkomen. En een aangepaste werkomgeving is daar zeker gepast, een gepaste tool voor. Hè? Nog een paar beelden. Eerst en vooral, knowledge. Knowledge workers transform the office into a knowledge factory. Een paar cijfers. Knowledge workers, we zitten vandaag
meer en meer in de knowledge. De cijfers gaan een keer naar boven. Zweden 53%, UK zit op 48%, maar België 46%. Dus de kennis, overdracht van kennis is zeer belangrijk. Hier bijvoorbeeld de cijfer 1960, de evolutie. Distribution of the routine and non-routine jobs across the industries. Je ziet bijvoorbeeld de rode lijn is complex communication. Dus de overdracht van kennis, de know-how, wordt meer en meer belangrijk in de added value van een bedrijf. Waar dat de routine, echte puur routine jobs, de industrie, past zijn. Dus hier zie je bijvoorbeeld from the industrial economy to a knowledge economy to a creative economy. Wat heeft de werkomgeving daarin als aspect? Heel belangrijk. Office design tailored to knowledge workers can increase performance as much as 20%. Dus het is niet enkel gemeten op puur performantie, dat de mensen er 20% meer rendabel gaan zijn, maar dat is ook dat de mensen veel meer tevreden zijn door een aangepaste werkomgeving. Dus zeker in de industrie waar creatieve zaken worden ontwikkeld, zijn de mensen de belangrijkste value dat je in een onderneming kan hebben. Dus soigneert ze. Do not ask where creativity is, but where is creativity? En dan hier een anekdote between conventional worker and a knowledge worker. I hate this job. There are so many problems. I love this job. There are so many problems. En hier een belangrijke studie die uitgevoerd is geweest op 100.000 medewerkers. Is creativity important for a job? 98% antwoordt ja. Are you creative? Nog 45% die ja antwoordt. Do you think your company is doing enough to promote creativity? Is nog maar 2% die ja knikt. Dat zijn harde cijfers. Hier een paar voorbeelden. Dat is een gezegde, heel belangrijk. Het nieuw werken wordt eerst en vooral door het management gesteund. Het is gemakkelijk van te zeggen, iedereen in open space, maar ik hou mijn... En we houden een verticale structuur. Het is een managementproject. Ja. Hier een gezegde van Mr. Lloyd. In our opinion, many companies are still stuck in the idea that people are only working where they are at the desks. Ook al zit je in een sofa, in een lounge area, aan het overleggen, it's part of the business, it's a real value for the company. Ja. En nu, wat is onze rol als architect om daar een antwoord op te geven, om creativiteit te stimuleren binnen de omgeving? Delen van informatie, activity-based office, je hebt er waarschijnlijk al van gehoord. Ik weet niet wie van jullie hier in een gesloten kantoor of in een open space werkt. Meest in open space of toch gesloten kantoren. Kijk een beetje rond, open space of toch open space. Ja. Dus jullie weten toch al wat open space teweeg brengt. Maar activity-based is veel meer dan louter en alleen open space. Het gaat hem echt over het verschillende werkplekconcepten die uitgevoerd worden. Waar we vroeger een kantoor, ik geef een voorbeeld als Swift. Swift heeft zijn twee gebouwen in La Hulpe, Solvay en Adel. Waar we het gebouw gingen organiseren per departement. Donc on avait le département RH en haut, finance, sales, enzo. We proberen dat nu vandaag op te lossen. Dus met verschillende activiteiten te gaan onderdelen. Uw gebouw gaan uitvoeren, gaan schikken, naarmate dat je verschillende activiteiten kan uitvoeren, zoals simplifying, concentrating, exchanging, relaxing. Dus hoe komt de gebruiker vandaag van iemand die bij Swift werkt, komt binnen in zijn gebouw en gaat zich zeggen van oké, waar ga ik mij gaan positioneren in het gebouw, zodanig dat ik op die gegeven omgeving het best mijn taak kan uitvoeren. Dat is heel belangrijk. Oké, vandaag moet ik mij kunnen concentreren, ik moet de hele dag een offerte maken, ik zet mij in een bubbel. Of tegenovergestelde, ik wil vandaag mensen zien, ik wil toegankelijk zijn voor mijn team, ik ga mijn omgeving zetten waar informele meetings mogelijk zijn. Dus dat is heel belangrijk dat je een organisatie gaat omvormen naar activiteiten, activity-based. Hè? En niet zozeer departementaal. Waarom doen we dat ook? Heel belangrijke cijfers hier. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En hier de bezetting. Het zwarte gedeelte is de afwezigheid. U ziet, een gemiddeld bedrijf, de piek op woensdag bijvoorbeeld 50%, maar hij gaat nooit boven de 70%. Wat wil dat zeggen? Als je 100 mensen in een organisatie hebt, je hebt nooit de bezetting van 100%. Bijna nooit. Misschien een vrijdagnamiddag bij een work-event of nieuwjaarsreceptie.
Maar dat is een zwaar effect. Het gele is bijvoorbeeld papierwerk. Wat hebben we nog? Computerwerk, anders, telefoneren. Tijdelijk afwezig, dus in meetings bijvoorbeeld. Binnen het gebouw, maar in meeting. Het volledig zwarte gedeelte. Dus daar moet je op kunnen inspelen, dat je niet in een omgeving komt waar dat meer van de helft van de vierkante meters vrij staat. Het is belangrijk voor het dynamisch bedrijf, voor het gevoel hebben van dynamiek, maar ook belangrijk voor het optimaliseren van de vierkante meters uiteraard, sustainable aspect. Een groot impact hierin is het work at different locations. Een studie van Gensler, 52% of the knowledge workers report that they can never really disconnect from their work. Dus hier raak ik een thema van het multi-generation aspect. Dat vooral de jongeren, de laatste generatie, de X-generation, Y-generation, belangrijker dan loon of whatever, is echt het, de omgeving, de werkomgeving in zijn breedste zin. Homeworking, bijvoorbeeld een belangrijke vraag. Kan ik van thuis uit werken? Moet ik effectief in de file staan? Kan ik vanuit de restaurant niet werken, vanuit de fitness, vanuit mijn hotel? Dus dat is een heel belangrijk gegeven. Waar IT, uiteraard, ik kijk mensen van Unisys, een belangrijk aspect inspeelt. Je moet uiteraard de mogelijkheid krijgen van je werkgever of van andere locaties te kunnen werken. Maar dat heeft een immens impact op de footprint van een gebouw, van een kantooromgeving. Waardoor dat er iets minder bezetting nodig is dan voordien. Continue un peu en français. Ici, une illustration d'un plan schématique, comment un environnement pourrait fonctionner. Donc, on ne va plus l'organiser en département, comme j'avais expliqué, mais plutôt par activité. Donc, on voit par exemple, ici, on pourrait très bien s'imaginer des zones de concentration, plutôt des zones où une équipe va travailler sur un projet pendant un mois, deux mois, le temps que le projet dure. Des postes individuellement réglables en hauteur avec une présentation et encore une fois un benchworking. Ils se rassemblent dans le centre pour dialoguer, pour communiquer et pour avoir des échanges à ce niveau-là. Donc ceci est une illustration schématique de comment on peut transformer un environnement de travail. Ce qui est très intéressant avec ce genre de setup, c'est qu'évidemment, plus personne a son poste de travail attitré. Donc quand on a par exemple, chez Swift, je donne un bel exemple, on avait précédemment 30 000 m² répartis sur 4 bâtiments, on a réfléchi sur leur concept, on a fait un activity-based, tout le monde a perdu son poste de travail dédié, ils ont pu diminuer, diviser en deux leur nombre de mètres carrés. Donc ils ont 15 000 m² aujourd'hui. Ce qui veut dire 15 000 m² en moins, pour vous dire des économies financières. Mais non seulement ça, ça a permis aussi d'aménager leur bureau, d'investir dans un aménagement qui était approprié à leurs besoins. Et on a refait un sondage par après. 98% ne voudraient plus retourner dans l'ancienne situation. Donc c'est que les gens sont quand même satisfaits. Change de thème de dialogue. From desk and computer to space and dialogue. Voilà quelques exemples. Et en adaptant quelques exemples schématiques de comment un poste de travail pourrait ressembler dépendant de son activité. Ici, par exemple, un espace plutôt pour se concentrer. Voilà une illustration d'une photo. Un espace pour collaborer. Donc ça, c'est important. On a le principe d'un grand bench, vous connaissez tous. On peut facilement se plugger avec son laptop. On a des espaces de communication, des displays média. Et ceci appartient à une équipe et non plus à un département. Donc on va vraiment aller dire, OK, quels sont les projets que la société a? Comment est-ce qu'on peut les réaliser? Et on répond à ça d'une manière architecturale. Et voilà un exemple ici chez Clear2P, par exemple. Clear2P est une société belge informatique qui développe des softwares de paiement. Et aussi, la créativité est très importante. Ils doivent pouvoir se développer, ils doivent pouvoir se mettre en équipe et être concentrés. Ceci est ce qu'on appelle un open space, mais un semi-open space. L'erreur qui a beaucoup été faite, et de là beaucoup de plaintes au niveau des open space, c'est de mettre des batteries vraiment l'une derrière l'autre, sans vraiment réfléchir à un concept. Et là, évidemment, là, on fonce dans le mur, et c'est une catastrophe. Ici, ce qu'on a plutôt organisé, c'est par équipe de projet, d'aller organiser des benches, et pas tous l'un derrière l'autre. On les divise, par exemple, avec cette zone ici, qui pourrait très bien accommoder un lounge ou un espace copieur, et on continue par après derrière. Ici un autre exemple, utiliser toutes les cloisons pour pouvoir communiquer. Spaces to contemplate, très important. Ces environnements, on ne veut surtout pas les faire assembler à un environnement de travail. Donc ça ne doit pas être. Ça peut vraiment être un peu plus rock'n'roll, un peu plus lounge, comme des fauteuils, des canapés, et où on peut refaire sortir les values de la société. Donc là, au niveau design, on peut un peu plus se laisser aller.
Ici quelques exemples. Welcoming workspaces, spaces to concentrate. Voilà. Le tool que nous utilisons aujourd'hui pour aller identifier le type de travailleur que vous êtes, on identifie 4 types. Je vais les parcourir avec vous. Et je vous invite peut-être à la fin de la présentation à aller réfléchir et vous identifier vous où vous vous trouvez comme type de travailleur. Hein? Donc, how would you describe your mobility into the relation of the office? Donc, on fait ceci sur base d'interview avant de commencer un projet. Et le premier type, la première typologie, c'est le anchor. What is an anchor? An anchor, dus je moet dit zien als een gebouw. Dit is zijn werkplek en dit is zijn mobiliteit tegenover zijn werkplek. Dus een anchor is iemand die van 9 tot 5 echt een administratieve functie heeft op kantoor, die op zijn werkplek blijft en binnen de 4 muren van het gebouw ook niet veel beweegt. De connector daarentegen blijft binnen het gebouw, maar ga links en rechts informatie halen, zit vaak in meetings. Voilà. Derde profiel, getterer, die gaat meestal buiten, komt er op kantoor, zit 50-50. En dan heb je de navigator, is een typische bijvoorbeeld een sales consultant. Een bedrijf als Deloitte, ik geef maar een naam, Deloitte heeft, weet ik, 1000, 2000 consultants, die zitten 80% buiten, dus de bezetting is heel laag. Dus een consultant zou ook meer in die typologie zitten. Wat is Teampact? Teampact, type werkplek uiteraard, is heel belangrijk, maar ook de bezetting. Dus dat zijn 4 types dat we gaan analyseren. En als je die types hebt geanalyseerd, kan je exact gaan meten hoeveel vierkante meters heb ik nodig, waar moet ik gaan werken. De anchor bijvoorbeeld, je hebt zijn mobiliteit, heel goed mobiel, weinig mobiel, zit aan de workstation en zit binnen in het gebouw. En dat is een typische werkplek. Hij zit 3/4 van zijn tijd binnen het gebouw. Een connector daarentegen zit veel in meetings, maar blijft nogal tijd binnen het gebouw. Cycled. De getter, zoals ik zei, zit vaak in meetings, buiten huis, komt er op kantoor. Typisch voorbeeld hier is een manager bijvoorbeeld. Die zit helft uit, die gaat vaak meetings bij klanten, presentaties enzovoort. Hij zal ook vaak van zijn tijd zijn teams begeleiden, besturen binnen het bedrijf. Dus zit, gaat half van zijn tijd. Hier is een voorbeeld. En dan de laatste profiel is echt typische salesprofiel, navigator. Die zit meestal buiten. Dan is mijn vraag, zwart-wit aan een bedrijf, oké, als je 100 mensen hebt, moet je dan effectief 100 werkplekken voorzien? Ik denk het niet. Daarentegen, wat is heel belangrijk, is dat, als ik terug naar een van mijn eerste profielen ga, excuses hier, de anchor, zit het meest van zijn tijd aan zijn kantoor. Ja, waar we vroeger, ik spreek van 10 jaar terug of 15 jaar terug, dachten van oké, per profiel, jij bent CEO, CFO, manager enzovoort, je krijgt het mooiste bureau, maar dat zijn ook de mensen, zoals je ziet, die vaak het meest afwezig zijn op kantoor. Ja. Dus misschien daar eens over nadenken. Voilà, hier heb ik de verschillende profielen gelist. Anchor, connector, getter, navigator. Als we die profielen hebben kunnen identificeren met de activiteiten die binnen een bedrijf kunnen gebeuren, concentratie, teamworking enzovoort, kom je tot een perfect samenhangend concept. The office of the future is a way of collaborating and networking. The office is in the interface between knowledge and talent. This turns into a we place where the entire potential of the company is united. Is enorm. Bij Google werkt daar enorm hard op. We hebben de kans gehad om voor Google in Brussel een kantoor te ontwerpen. In Mons hebben we dan achteraf ook een project gedaan. We zijn nu ook bezig met op internationaal niveau om te zien hoe dat we dat nog verder kunnen stimuleren met wie-gevoel. Het gevoel van, door een aangepast werkomgeving kan je echt de waarde van een bedrijf mee doen kennen aan de mensen. Vandaag, jonge werknemers, de jonge talenten op de markt, die vandaag beschikbaar zijn op de markt, gaan veel minder kijken naar het statuut, naar de loon, maar ze gaan echt kijken naar een werkomgeving in de breedste zin. We hebben een enquête gedaan bij jonge werknemers bij Google, die zeggen echt, als ze gaan zien voor een job, dat zijn goede profielen, ze zeggen van, voilà, bij Google zien we leuke dingen, we kunnen ons identificeren met een dynamische werkomgeving. The stronger the individual team player, the stronger the team. Belangrijk aspect, ik heb het daarnet aangehaald, het multi-generation aspect is ook belangrijk, waar je iedereen mee kunt integreren. En dan het laatste deel waar ik met jullie over wil spreken is de cult office. The office of the future will have a cult-like, appealing, special, meaningful and unique.
Dat is het gedeelte architectuur, waar je bepaalde gevoelens mee gaat creëren door inrichting. The office of the future is a place of identification. En dat is heel belangrijk, want elk bedrijf heeft uiteraard zijn waardes, zijn values. Heeft zijn imago, waar dat ze voor staan. Een inrichting van een advocatenkantoor bijvoorbeeld. We hebben net de kantoren van Jones Day afgewerkt. Is een totaal ander approach, uiteraard, dan Google, een IT-bedrijf, of Unisys, of wie ook. Een bedrijf met enkel ingenieurs is weer al iets totaal anders dan een bedrijf. Dus het is heel belangrijk vandaar ook een antwoord op te kunnen geven. Corporate culture that you express as design can work like an intensifier. Belangrijk dat de mensen zich goed voelen, een aangepaste werkomgeving. Hier een kort woord en een paar reference cases die ik graag zou willen aanhalen. Bijvoorbeeld de headquarters van Swift. Is een goed voorbeeld, maar nogmaals, er bestaat niks. En dat is heel belangrijk, want new way of work, wow, is heel veel overgezegd geweest de laatste jaren. Maar ook misschien te veel, niet concreet genoeg. Er bestaat geen concept, standaard concept, die voor elk bedrijf toepasselijk is. Elk concept, elk bedrijf moet eerst de interviews, welk type mobility hebben jullie, de voorgaande fases uitgevoerd hebben, aangepast op de noden en elk concept is anders, elke klant is anders. Hier bij Swift hebben we een concreet voorbeeld hoe we dat aangepakt hebben. Dit is hun cafetaria. Of moet ik zeggen, de Swift Starbucks. We zijn gaan nadenken, een cafetaria, typisch voorbeeld, is gebruik van 12 tot 2. Dat is veel vierkante meters voor een vrij korte bezetting, vinden wij persoonlijk. Is soms wit, cool, niet echt een toffe plaats. Wat hebben wij hier ontworpen voor Swift? Werkt super. Dus de CEO zei van oké, Anthony, you go. Maar we gaan de helft van de andere cafetaria, de restaurant, houden zoals het is. Dus we hadden 2000 vierkante meter in totaal. 1000 vierkante meter konden we ons ding doen. Andere 1000 vierkante meter gingen behouden worden voor de cafetaria. Dus een echte witte restaurant. Wat hebben we hier gedaan? Een omgeving gecreëerd waar dat de mensen zowel 's morgens welkom zijn, 's middags, 's avonds. Echt op functie van de Starbucks. Wat gebeurt er in de Starbucks? Heel interessant. Je ziet er mensen werken met de laptop. Je ziet er mensen in een vergadering. Er gebeurt heel veel. Superactiviteit. Nog veel meer waarschijnlijk in Amerika. Het komt er hier nog Starbucks is nu hier al geïmplementeerd. Maar deze omgeving maakt het mogelijk. Je ziet het hier. Je ziet de mensen te werken. Dus een typische persoon, bijvoorbeeld de manager, veel van managers van Swift, gaan vandaag daar gaan werken, want ze weten, oké, mijn team komt hier vaak langs, ik heb hier zicht op de mensen, hebben ze nodig om mij te spreken, ben ik hier toepasselijk. HR-manager van Swift gaat vandaag zijn eerste recruteringsgesprekken in deze zone doen. Dat is echt een toffe, dynamische zone waar je zowel kan eten, werken, een partij snoekeren, pingpongen, whatever. Een leuk gegeven was hier, heb ik bij Swift overdag conference calls gezien, waar dat ze het scherm in vier verschillende delen, met Shanghai, met New York, whatever. S'avonds waren ze daar een match van het WK op aan het bekijken. Dus die interactie, die dynamiek van de werkomgeving is heel belangrijk. We hebben een ander bedrijf ingericht. Hun kantooromgeving was enkel een Starbucks. Al de mensen binnen de omgeving waren navigators, getter, die waren altijd buiten. Hun omgeving was eigenlijk een gewone, coole ontmoetingsplaats. A place to meet. To feel comfortable. Het zijn echt zaken waar je met je laptop binnen kunt werken. IT moet uiteraard aangepast worden. Hier zie je bijvoorbeeld, hier is een cateringbedrijf. Mensen voelen zich goed. Wat is vandaag het resultaat? CEO heeft gevraagd om het volledige, de overige 1000 vierkante meter ook verder aan te passen aan deze strategie. Dat zijn hun kantoren zelf. Waar we soms... het is een vrij oud gebouw, ik weet niet hoe je dat... Het gebouw van Swift kent in La Hulpe. Dat is bijvoorbeeld de site van Solvay, met de typische ronde gebouwen. Een advocatenkantoor, dus weer een totaal ander gegeven. Maar dat je ook zeker rond het nieuw werken thema's kan... Een paar voorbeelden. Van inrichting. Leuk project dat ik erbij had. Is Clear2Pay, een Belgisch successtory, opgestart door Michel Akkerman en Jurgen Ingels. Die ook een visie hadden voor hen, is belangrijk. Ze zeggen,
waarde, onze producten worden ontwikkeld door onze mensen. Dat is echt belangrijk, de sharing of experience. Die zitten met 4 verschillende generaties in hun werkomgeving. Die hebben 50-plussers, ze hebben 30'ers, ze hebben de laatste jonge generatie, de Y generation enzovoort. Het is heel belangrijk dat aangepast werd aan hun noden, het teamwork. Hier bij Google nog een voorbeeld. Electrolux, niet ver van hier. Het resultaat dat we zien is toch aansprekelijk achteraf, omdat je echt ziet dat de mensen zich goed voelen binnen de omgeving. Ze gaan veel minder... hebben de cijfers neer kunnen halen hier met HR van Electrolux. Minder absenteeïsme. Vaker op kantoor. Een vrijheid van te kunnen kiezen. Waar ga ik mij in mijn gebouw gaan plaatsen om het best mijn activiteit te kunnen gaan plaatsen? Dat is heel belangrijk. Dat je niet het gevoel hebt van oké, ik moet hier van 9 tot 5 op mijn plaats komen zitten om mijn activiteit te gaan uitvoeren. Ik mag vandaag ergens anders gaan zitten, naast iemand anders ook. Het is ook belangrijk dat je kan mixen door geen eigen werkplekken te gaan attribueren. Ik geef bijvoorbeeld bij ons op kantoor. Ik kom straks op kantoor. Ik ga gewoon een plaats nemen waar dat er plaats is. En het kan zijn dat ik naast iemand anders ben, waar ik al een maand niet heb naast kunnen werken, die mens beter kunnen begeleiden. Dus een belangrijk gegeven. Siemens in Anderlecht, Exquando, jonger bedrijf, waar je ziet. Hier zie je het heel goed. Niemand heeft zijn eigen werkplek. Ze positioneren zich waar ze plaats hebben. Voilà. In grote lijnen. Ik weet niet of dat er specifieke vragen zijn, of dat hoe jullie tegenover het open space geconfronteerd zijn. Vinden jullie het goede aspect, het activity-based verhaal? Hoe dat jullie daar tegenover kijken, new work, new way of work? Wat is jullie visie? Dus inderdaad, dat is een terecht, zeer terechte opmerking. Ik heb in het begin allusie gedaan van het is een beetje een effet mode geweest, New Way of Work. We hebben er veel over gesproken. Er zijn heel veel foute zaken gebeurd door de zaken effectief, de mensen in hun open space te gaan, echt waar, te gaan neerpalmen zonder echt na te denken over een concept. Dan zitten de mensen in een grote doos waar heel veel lawaai is. Op elkaar gepropt, hè, want als een CEO tegen mij komt zeggen New Way of Work, optimalisatie van de vierkante meters, maar als het puur en louter een cost-cutting gegeven is, dan komt het niet in orde. Dus om concreet op uw antwoord, zetten mensen niet achter elkaar allemaal opeenvolgend om plaats te winnen. Dus dat is een eerste zaak. En tweede zaak, architecturaal, als architect is een technisch gegeven om ervoor te zorgen dat het gebouw aangepast is aan dit concept. Een gebouw moet ook aangepast zijn. Eén gebouw of ander gebouw is minder geïsoleerd, minder akoestisch. En dan de type inrichting, uiteraard de kwaliteit die je er kan inzetten, is ook heel belangrijk. En dat is een... je gaat veel meer investeren, vierkante meterprijs, in een New Way of Work project, in een open space, per vierkante meter, omdat de materialen gewoon beter moeten zijn, meer akoestisch. Ik spreek dan over een akoestisch tapijt, over akoestische plafonds, akoestische kasten, die kosten gewoon meer. Je gaat vierkante meters besparen, per persoon. Ja, bijvoorbeeld 100 werknemers in een bedrijf gaan misschien maar 80 werkplekken hebben. Dat is een ratio die heel veel bedrijven hebben. Dus heb je minder vierkante meter, maar per vierkante meter moet je meer gaan investeren. En dat is het probleem, dat ga ik niet onder schroeven banken steken, dat we soms met internationale bedrijven tegenkomen. Die zeggen van oké, kijk, onze guideline is x aantal euro's de vierkante meter, maar de concept aangepast. Dus die guideline is moeilijk hanteerbaar. Ja, omdat je meer gaat investeren per vierkante meter, maar je hebt minder vierkante meters nodig. Dus dat is effectief een gegeven. Akoestiek moet zeker aangepast worden. En je moet ook genoeg zones creëren. Bijvoorbeeld iedereen in open space zetten. Of open space gebruiken is één zaak, maar je moet dan zeker ook bubbles voorzien. Dat is een typische oplossing voor open space bubbles. Dat zijn kleine phone booths areas waar dat de mensen zich kunnen gaan concentreren. En dan kom ik weer op mijn verhaal van verschillende zones creëren waar dat de mensen hun activiteit kunnen uitvoeren. Dus het is goed van open space te hebben, maar niet enkele open space. Je moet ook een zone hebben waar dat meer cozy is. Bij Swift bijvoorbeeld hebben ze daar een prachtig antwoord op. Een zone gemaakt waar dat zelf gsm niet mag aanstaan. Quiet zone. Dus die mag echt niet in gesproken worden. Dus daar komen mensen in open space. Een beetje een bibliotheek, lookalike feeling.
En de mensen komen daar binnen, mogen niet spreken, gsm af, en dat is echt puur om te concentreren. Ze zijn ook super tevreden over. Dus die zaken, het vergt ook een bepaalde discipline. Hè. Dus dat is belangrijk, maar omdat de mensen hun werkplekken delen, dus je gaat niet meer zeggen van, dit is mijn tafel, dit is mijn stoel. Nee, je hebt de volledige omgeving. En dan ontstaat er, en dat is merkwaardig, een sociaal controle. Je heeft de cafetaria van Swift gezien. En van de vragen van de facility manager was tegenover mij, oké, we gaan daar werken. Maar ik moet mijn cleaning company, ik moet 4 keer vaker per dag gaan cleanen. Is niet waar. Wat gebeurt er? Je ziet het echt. Sorry, dit is ook mijn werkplek. Kan je alsjeblieft je veiligheid opruimen? En attentie. Dus, ja. Nog. If there is another question to the audience. Oui. Vous avez surtout insisté sur l'aspect architectural et le fait d'avoir une mobilité et différents types d'utilisateurs. Mais est-ce que vous pensez qu'en fait, en superposant à ce concept-là une révision de la manière de travailler en termes technologiques, je veux dire au niveau poste de travail, virtual work, workplace, etc., on ne peut pas arriver à quelque chose encore plus élaboré au niveau du concept? Si vous pouvez répéter, je crains que je n'ai pas très bien compris. Vous avez abordé la question, je dirais, du workplace, surtout au niveau espace. Espace architectural. Ma question est de savoir si, effectivement, si on superpose à cette approche-là une approche de type technologique pour mettre en place, en fait, les dernières technologies, communication, et je dirais libérer un peu le poste de travail. Aussi au niveau du poste de travail électronique, est-ce qu'on ne peut pas arriver à un concept même plus évolué ? Tout à fait, mais ces projets, en effet, nous comme architectes, on est plutôt lié à l'espace, la personne, son activité, sa présence. Mais un projet comme celui de Swift, dès le départ, dès les premières, IT, HR, finance. Donc vraiment, enfin, au niveau donc c'est un projet qui, évidemment... C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que l'IT, enfin, simple exemple, s'il n'y a pas de VPN possible sur le home working et les gens se retrouvent à la maison avec leur laptop et ne savent pas se connecter avec le boulot, ce genre de choses, enfin, type de manière de réserver les salles de réunion, d'avoir des salles de réunion flexibles, le projet IT est énorme. Donc c'est pour ça que dès le départ, on se retrouve avec des gens comme Unisys, hein, notamment pour travailler, pour réfléchir à la manière, comment est-ce qu'on peut optimaliser. Nous sommes généraliste, je vais dire comme architecte, on a une vue générale sur l'ensemble des choses, mais on travaille surtout, Swift est un bel exemple, le département IT a travaillé dès le départ sur ce projet, c'était un projet dans le projet, tout à fait clair, avec tout ce qui est tablette, tout ce genre de choses-là, oui, tout à fait. Encore des questions? Oui. Hoe ga je er eigenlijk mee omgaan als je binnen je organisatie heel wat mensen hebt die noodzaak hebben aan bijvoorbeeld externe schermen, die additionele, ja, een externe keyboard wensen te gebruiken en zo? Dan heb je al zones waar je eigenlijk schermen moet voorzien, zones waar je dat niet moet voorzien, zones waar QWERTY keyboards gaan staan, zones waar AZERTY gaat staan. En zo kom je dan eigenlijk weer in een situatie waar mensen weer die vaste plaats gaan opeisen. Effectief, dat zijn specifieke zones. We hebben die uiteraard bij Swift ook meegemaakt, waar dat mensen zelf op 2, 3, 4 schermen moesten gaan werken. Je gaat die zones voorzien, dus echt zones waar dat die schermen geplaatst worden. Mm-hmm. Ze kunnen mijn login access hebben. Er zijn specifieke zones waar dat ze lockers ook kunnen meenemen. In de lockers worden dan hun specifieke IT-tools ingeplaatst. Maar we proberen te werken, dat zijn effectief zones waar dat we zeggen specifiek departement... developing or whatever die tools nodig heeft. Ik geef een ander voorbeeld bij Distrigas. Bij Distrigas heb ik kantoor ingericht. Dat is een specifieke zone, tendering. Dus die mensen zijn continu bezig met 4 schermen. We hebben een departement daar geplaatst waar dat die schermen aanwezig waren. Dus dat zijn specifieke zones. Nogmaals, elk bedrijf is niet... Niet iedereen werkt op een laptop bijvoorbeeld. Elk departement heeft wel zijn specifieke... noden en je gaat daarop inspelen door die zaken te kunnen implementeren. Maar er zijn sacrifices dat je moet doen. Het is niet altijd, ik geef bijvoorbeeld iemand die zijn specifieke stoel heeft.
ja, die gaat die moeten opofferen. We gaan ervoor te zorgen dat al de stoelen ergonomisch verantwoord zijn, bijvoorbeeld. Maar het is effectief zo dat je niet op iedereen zijn specifieke noden kan gaan antwoorden. En daar zijn we vaak mee... Ja, dat is de tegenwind dat we krijgen, als ik zei, bij zelf projecten als Swift, dat 98% er nooit meer zou willen teruggaan. Die 1-2% interesseerde mij toch echt. En met die mensen gaan spreken, die zeiden echt van, voilà, dat waren meer klachten. Want ik had een specifieke toetsenbord, ik heb mijn toetsenbord niet meer, ik had een specifieke stoel, ik ben niet meer blij dat ik mijn stoel niet heb. Ah, ik werkte op een bal, ik heb mijn... Dus je kunt niet altijd tot in de laatste detail inspreken over het... Over iedereen zijn specifieke eisen, dat is de vrucht. Ja. Nog vragen? Of problemen waar dat uw organisatie zich mee... Donc, dans, à travers les différents exemples que vous avez donnés, donc on rend compte qu'il y a quand même une certaine constance dans la manière dont les zones de réflexion, zones individuelles, zones sociales sont construites. Maintenant, si on compare une société comme Google avec une société comme Electrolux, ce n'est pas la même mentalité, la même culture. Est-ce qu'il y a une dimension particulière dont il faut tenir compte dans, par exemple, la pyramide sociale et des âges quand on conçoit le workspace du futur ? Tout à fait. C'est très, très important. On commence toujours par des interviews. Donc vraiment analyser, le client, ses valeurs. Donc on ne commence pas tout simplement à dessiner un aménagement, comme je le disais, qui est un concept. Google est très particulier. Comme Unisys aura un concept particulier, comme Electrolux, comme un cabinet d'avocats. Je compare souvent qu'un cabinet d'avocats et Google, parce que l'un n'a rien à voir avec l'autre. Et, par exemple, un cabinet d'avocats, je fais référence à ça, ce côté très hiérarchical dans un cabinet d'avocats, ils ont tous un bureau fermé, tous. J'ai essayé, on peut danser sur ça, ils auront tous un bureau fermé. Pourquoi ? Quand un jeune avocat va être engagé et sollicite différents avocats, on va clairement lui dire « Ah, chez moi, tu auras trois fenêtres et tu auras ça. Ah, chez moi, tu auras un bureau de 25 mètres carrés. » Donc ça, c'est vraiment ancré dans ce secteur spécifique. Donc chaque secteur, chaque société est différente, que ce soit au niveau des multi-generations, que ce soit au niveau multiculturel. Société comme Google, vous l'avez très bien. Google, on y travaille, il y a, je ne sais pas moi, 50, 100 nationalités différentes chez Electrolux. C'est plutôt le qu'on sent encore très fort, le concept scandinave. Tous les postes sont réglables en hauteur, l'ergonomie est très très importante. Mais comment on le sent en posant les bonnes questions et en ayant une analyse des besoins approfondie. C'est vraiment ça qui est la clé du succès d'un aménagement adapté aux besoins. C'est analyser comme architecte les besoins, la culture de la société, vraiment en détail. Et pas uniquement avec le management, donc il n'y a pas uniquement l'interview CEO, CFO et ainsi de suite, mais surtout avec les employés. C'est les gens de la société qui vont dire, OK, voilà, nous, on est ça, on travaille comme ceci, ceci sont nos valeurs. Et puis, évidemment, il faut un appui de la direction, parce que c'est très bien de pouvoir dire, on va faire ceci ou ça. La direction doit pouvoir donner son feu vert par rapport à ça. Et là, encore une fois, on a souvent un blocage aussi de pouvoir... pouvoir ouvrir le concept pour tout le monde dans la société. Et je confronte souvent les CEO ou les managers dans des sociétés avec une hiérarchie très approfondie. Hein, de leur dire, ben voilà, on doit avoir autant de bureaux fermés. Ça représente, on est occupé avec un projet spécifique aujourd'hui, on a 2000 m². Plus de la moitié de la surface est prise par la direction en bureaux fermés. Ce sont les gens les plus absents. De la société. Société internationale, ils ont un taux de présence, tenez-vous bien, de 10%. Ça veut dire quoi ? On a 2000 m² dans un environnement, vous allez avoir 1000 m² qui ne sera inoccupé. Parce que le reste est en open space et a le besoin d'avoir un confort. Donc ça, c'était important de pouvoir créer des bureaux flex manager, par exemple, ou ce genre de concept. Mais toutes les sociétés ne sont pas prêtes. La culture de société est très importante. En effet, la vision... De qui on parle, comment on a Electrolux, on a une société américaine. Déjà, le pays d'origine change beaucoup. Une société américaine ou une société française, déjà, ont une manière de fonctionner qui souvent n'est pas la même. Pour enchaîner sur la discussion ici, moi, je voudrais partager une petite expérience personnelle.
J'ai travaillé vraiment pas mal d'années comme consultant chef de projet à la CVCC. Je ne sais pas si c'est vous qui avez participé au redesign des bureaux là-bas, mais en tout cas, c'est très proche de ce qui est fait ici. Okay. Et pendant des années, en tant que consultant externe, on n'avait pas le droit de connecter nos PC. On avait des desktops du client. Et quand ils ont vraiment repensé complètement les bureaux dans l'optique un petit peu que vous avez expliqué, ils sont passés aussi de desktop en laptop. Et pour donner une idée du retour sur investissement, j'ai un petit peu calculé le temps qu'il a fallu pour que l'investissement qu'ils ont fait dans la nouvelle infrastructure au niveau IT soit rentabilisé. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était en moins de 2 semaines. Le gain de productivité est tellement énorme que le coût du laptop était remboursé. Donc... il y a le retour sur investissement, sur un réaménagement comme ça peut être extrêmement rapide. Énorme. Tant bien. Oui. Mais merci de partager cette expérience. Mais voilà, c'est un exemple concret. On a eu un autre exemple chez Bull. Par exemple, dans toutes les salles de réunion, on avait placé un écran. Un écran où pas besoin de se connecter, mais on pouvait présenter directement, même à partir de son téléphone, de sa tablette, de son laptop. On pouvait présenter ce qu'on avait à dire. Donc à la place d'à chaque fois aller imprimer ce qu'on devait présenter comme offre, on l'a présenté. Je pense qu'on a mis 27 écrans. Après même pas un an, ça a été remboursé, quand on a vu les dépenses de papier. Et il n'y a pas que ça, donc il n'y a que côté économique. Donc en effet, donc ça, c'est pour le CFO, ça peut motiver le CFO à se dire « Ok, on change de concept ». Mais il y a aussi à côté de vision de la société, à côté durable, de pouvoir dire « un bureau d'architecte, on imprime des kilomètres de papier par an ». Mais c'est de sensibiliser les équipes, de pouvoir dire, voilà, est-ce que on pourrait pas sauver quelques arbres en imprimant moins, en économisant de l'argent, mais surtout aussi le footprint, le mètre carré, la pollution, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Si on pourrait changer ça et changer ce côté hiérarchique, de voir les choses comme directeur, pouvoir rentrer dans un bureau, mais de ne pas avoir son bureau et de pouvoir dire, ok, non, on met tout en horizontal, on a un gain de mètre carré qui est énorme. Il faut savoir qu'un poste de travail coûte, après le coût des employés, le plus gros coût dans une société, ce sont les mètres carrés, le poste de travail. Un poste de travail par an coûte environ de 14 à 15 000 euros. Donc un poste de travail physiquement présent dans un poste de travail. Donc si vous imaginez, comme chez Swift, on a pu économiser plus de 500 postes de travail, bon, il y a un gain financier énorme. Mais ceci ne peut pas, c'est souvent ça la nuance, ceci ne peut pas devenir la motivation du changement. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Ça ne peut pas être la motivation du changement. Ouais. Maybe a last question, yeah? En fait, tout ce qu'on a vu ici, est-ce que ce changement-là, cette nouvelle mentalité aurait pu exister s'il n'y avait pas eu, par exemple... l'arrivée du Wi-Fi, l'arrivée de solutions comme Link ou Microsoft, la possibilité de faire des impressions sur des imprimantes partagées, mais avec toute une sécurité, ce qui décharge les gens d'avoir leur imprimante personnelle. Est-ce que tout ça, malgré tout, serait intervenu s'il n'y avait pas eu cette dimension technologique? Clairement pas au niveau où on est aujourd'hui. Encore une fois, l'IT va en parallèle avec... clairement non. C'est... L'activité based a toujours existé. On en parle maintenant, on lui donne un nom, New Way of Work. Bon, c'est très, très à la mode, encore une fois, mais il a toujours existé, mais pas au niveau où on en est maintenant, de pouvoir bring your own device, pouvoir travailler avec ses propres tablettes, avoir des imprimantes centralisées, capacité d'impression aussi, qui est assez énorme. On travaille avec des sociétés comme GSK, ont des centres de... À la place d'avoir son imprimante, comme vous donnez comme exemple, ont maintenant centralisé leur imprimante pour tout un plateau où on a... plus de 200 personnes qui travaillent sur des plateaux, ben ça, c'est toute la force de la technologie qui nous permet d'aller travailler là. C'est pour ça que nous, architectes, on se fait aider par pas mal de sociétés comme Unisys, par exemple, qui sont à la pointe de la technologie pour pouvoir dire, OK, on peut implémenter comme ça, on peut aller vers ce système-là, on pourrait faire ceci. C'est très important. Si on ne lit pas les deux projets en même moment, on se trouve avec un problème à un certain moment. On l'a eu... une société de médias où voilà, il y a eu un changement au niveau des personnes IT dans la société. On a dû tirer le projet de notre côté. Les gens avaient la possibilité de travailler à la maison, mais ils ne le faisaient pas parce qu'il n'y avait pas de possibilité de le faire. Tout le monde n'avait pas de laptop, il n'y avait pas de VPN, ce genre de choses-là, donc ça doit être possible. Et alors je reviens encore voir si le corporate, les grosses sociétés internationales, ont de temps en temps leurs policies qui ne nous permettent pas de localement faire ce qu'on veut. Et ça peut être...
aussi un blocage à un certain moment de ne ouais, pas pouvoir y aller. Très bien, ben, merci pour tout l'intérêt de l'audience qui était assez fabuleuse et surtout un grand merci à Anthony Sheikh. C'est un UCIS Connect très intéressant avec quelque chose hautement en couleur et assez innovateur aussi. J'en profite pour offrir ce petit cadeau. Merci voilà. Beaucoup. Merci. L'hiver sera froid probablement, donc chocolat, il faut faire ses réserves. Voilà. Donc aussi un intérêt particulier de l'audience aujourd'hui avec des partages d'expériences, des questions très intéressantes. So I'm very happy of this session. Personally, I learned that I'm a navigator. So I knew I'm adventurer, innovator, but now I know that I'm also a navigator. So great news. Thanks for, by the way, tweeting. We have a winner today, of course. There were many tweets, and it's to me, Mr. Bovi, who actually won. So congratulations. I would like also to tell you that this session has been recorded. We will send you the link, it will be on YouTube, and feel free to share that with your colleagues or friends. I think it was very valuable while you were here, so I let you decide on that. Another thing is that you will receive a small survey in your mailbox. So feel free to add any comments you would have, any suggestion. And I would like also to announce you that next month, like every first Tuesday of the month, so it will be 7th of October, we'll have the pleasure to have as a speaker Mr. Geert Wetz, who will talk about mobility and road safety, and also driving behavior. So we know that it's in full evolution, and I think it will be also very interesting topics as mobility, as well as workspace as a future is really important nowadays. So thank you very much for your attention, and see you next time.